En welkom allemaal bij het allereerste Future Builders Day event. Hier live vanuit het kantoor van Bouwend Nederland. Ja, jullie kunnen het misschien niet helemaal zien, maar ik heb hier het zonnetje wat binnenkomt vallen. Er staat in een andere ruimte lekker een DJ de hele dag te draaien. We gaan er een heel mooi feestje van maken. Mijn naam is Delita Muse en ik ben vandaag hier op de mainstage jullie host. Ik ben in het dagelijks leven ondernemer en ook activist. En als activist probeer ik de stem van de jonge generatie veel luider te laten klinken op alle plekken waar besluiten worden genomen. En ik denk dat dat ook heel mooi is vandaag, dat de jonge generatie wordt gevraagd om mee te denken en met innovaties en oplossingen te komen voor de bouw en infra. Want onder jullie, het jonge talent, zit wellicht de Elon Musk van de toekomst. Jullie zijn de studenten en jong professionals die deze sector kunnen gaan veranderen. En jullie kunnen je ook vandaag laten informeren en laten inspireren over de laatste trends in de sector. En wie weet wel je droomwerkgever ontmoeten of die stage krijgen of jouw innovatie pitchen bij een bedrijf. En wie weet wat er dan wel allemaal gebeurt. Nou, we hebben een aantal prachtige keynote sprekers voor jullie, waaronder Deborah Nas, Adriaanse, maar ook Jim Stolsen, die helemaal in AI zit. Die komt zo meteen bij mij in de lunch verder praten over wat bijvoorbeeld artificiële intelligentie betekent voor deze sector. Nou, jullie kunnen dus ook kennis maken met bedrijven op de beursvloer. Verken het platform, kijk wat je allemaal kan doen in de verschillende ruimtes. En we hebben een Students Challenge. En dat zijn drie teams van studenten die innovaties hebben bedacht. En die komen hier zo meteen bij mij deze nog een keer pitchen en voor jullie. Nou, als eerste wil ik degene, eigenlijk de geestelijke vader van deze Future Builders Day, bij mij halen. En dat is Arjan Wallinga namens Bouwend Nederland. Arjan, kom er maar bij. Zo. Wauw, dat is spetterend. Dat is echt een mooie opkomst. Ja, en denk ik heel erg terecht, want gefeliciteerd. Want dit is de allereerste Future Builders Day. Ja. Jij staat hier ook namens Bouwend Nederland, maar ook als geestelijk vader van dit event. Ja. Misschien eerst even over Bouwend Nederland. Wat doen jullie en waarom zijn jullie hier mee gekomen? Nou, wij vinden jongeren in de bouw, die in de bouw komen, gewoon heel erg belangrijk. En niet alleen omdat ze de nieuwe werknemers van de toekomst zijn. Ja. Maar ook omdat ze de maatschappelijke opgave, die voelen ze gewoon echt in hun botten. Als het gaat over jongerenhuisvesting, als het gaat over de energieopgave, duurzaamheid. Dus als we jongeren kunnen inspireren met nieuwe technieken, je zei het in het begin ook al een beetje, ja. Ja, dan zou dat echt fantastisch zijn. Dus dat is de reden waarom Bouw Nederland daar veel tijd en energie in steekt. Ja. En ja. Belangrijk voor onze bedrijven ook. Ja. Want wat zijn de grootste uitdagingen voor jongeren die gaan werken in de bouw en infra? Waar gaan ze mee te maken krijgen? Nou, ik maak wel even de opsplitsing. Hè. Dus je bent een persoon en je leeft in je stad en je hebt je familie. En je familie kan misschien niet op tijd een huis krijgen of je opa en oma moeten misschien langer thuis wonen. Dan heb je allerlei problemen die je in het nieuws ziet. Dus jongeren zijn heel erg betrokken op de maatschappij. Dat is wat wij merken. Ja, het woningtekort ook. Ja, het woningtekort. Duurzaamheid. Ja, starters. Ja. En dan heb je aan de andere kant heb je een heleboel technieken die over ons heen komen. Waar jongeren heel makkelijk in zijn. Jongeren adopteren dat heel erg snel. En we willen zorgen dat die jongeren die technieken gaan toepassen om die maatschappelijke problemen te gaan oplossen. Ja. En dat kunnen ze. Dat gaan we vandaag ook zien met die studententeams. Echt super leuk. Ja. Precies, super mooi. Toen kwam Future Builders Day bij jou in je op. Het is ook een platform. Hè? Het is niet alleen maar deze dag, maar het moet ook een breder platform zijn. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, kijk, als dit een dag is, één keer in het jaar, en dat is een groot feest. We hebben meer dan 700, bijna 800 bezoekers vandaag. Waarvan het grootste deel studenten, dan is dat natuurlijk leuk voor een dag. Maar wat zou het leuk zijn als je 365 gewoon dat gaat doen? Dus we gaan zo kijken ook naar een platform. Dus we hebben een platform gemaakt, dat zetten we vandaag live. We hebben gezegd van ja, we willen die studenten met battles, maar ook met leuke lezingen gewoon echt betrekken bij de bouw. En dat is wat wij heel graag doen. Ja. Ja, wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Je zei al, het is een feestje, dat klopt, want we hebben een DJ staan, we hebben student challenges. Ja, superleuk. Maar wat is een beetje, misschien even in grote lijnen, een beetje van wat je van vandaag hoopt dat er gaat gebeuren? Nou, kijk, de workshops zijn 3 kwartier. En in 3 kwartier kan je niet helemaal precies de vinger leggen op het onderwerp of alles uitleggen. Ja. Dus wat wij hopen is dat iemand een workshop volgt of een lezing in de ochtend en dan denkt, jongen, dat zou ik wel eens willen doen. Daar zou ik me meer in willen verdiepen. Dan heb je het over de action tracks, hè? Van zo over de action tracks, dat er iets aangaat, zodat jongeren zich gestimuleerd voelen om iets te gaan onderzoeken. Dat is echt wat ik hoop, ja. Ja. Oké, en dan hebben we zometeen hier 3 studententeams die bij mij langskomen van de Energie Ontwerp Challenge. Ja. Nou, ik heb net ook al met een aantal ervan gesproken. Er zijn eigenlijk jongeren door heel Nederland aangezet om na te denken ook over met name die energietransitie. Zou je misschien ook nog daar iets over kunnen vertellen? Nou, je ziet het als jongeren mogen spelen met techniek. Hè, en als je dat koppelt aan die maatschappelijke opgave, dat er dan hele gave voorbeelden komen. Daar gaan jullie vandaag van alles zien, ook thuis.
Jongeren willen gewoon proberen door te doen en dan leren. Dus als je wordt geïnspireerd door techniek en je kan volgens de achtergronden van die techniek in je opleiding leren, dan kan je later, of zelfs in je studio, kan je misschien zelfs ondernemer worden. En dat zijn de gave voorbeelden. Ja. En jongeren zijn gewoon heel erg betrokken bij de maatschappij, gelukkig. Ja. En je zei eerder van jongeren beheersen ook al de technieken, hè, die wij nodig hebben voor die toekomst in de bouw en de infra. Ik denk dan meteen aan digitalisering. Ja. Maar is dat het met name? Of zie je ook dat jongeren ook op andere vlakken al meer van die nieuwe technieken onder de knie hebben? Ja, wat je ziet in de bouw en het ontwerp is dat er heel veel van tevoren ontworpen wordt. In een gaming wordt nagebootst, of eigenlijk voorgebootst, moet je dan zeggen, misschien. Ja. Voorgedaan. Ja. Ja. Zodat het in de werkelijkheid echt werkt. En we zien jongeren echt in met groot gemak gaming consoles opzetten of spelen of spellen of omgevingen. Ja. En dat kunnen ze gewoon in hun vrije tijd doen. En dat zien we ze dus ook toepassen in de bouw. En we zien dus uit verschillende andere techniekgroepen, dus meer de datakant, dat er ook mensen echt in de bouw komen en daar echt van een hele grote toegevoegde waarde zijn voor dat bouwproces. Dus dat is wordt met de paplepel ingegoten eigenlijk. Ja. Ja. Nou, het event is nu al een heel groot succes, want voordat we net live gingen, zagen we al dat er 800 aanmeldingen waren. Ja. Dus we gaan proberen die 1000 aan te tikken. Sowieso. Daar zitten heel veel studenten onder en jong professionals, maar ook de leden van Bouw het Nederland. Ja. Wat hoop jij dat die leden zeg maar kunnen betekenen, die grote bedrijven die kijken, voor de jongeren die hier vandaag aanwezig zijn of hier staan ook op het podium? Ja, nou het mooie is dat het is een dag van de sector. En onze leden, dat zijn grote, maar ook zijn juist de kleine leden in de bouw en in de infra. Ja. En wat wij, waarom we dit doen, is omdat we hopen dat als studenten goed die techniek onder de knie hebben, dat ze dan, als ze in het bouwbedrijf komen, dat ze dan ook heel snel zeg maar productief zijn en daar heel snel hun rol kunnen gaan volgen. Dus voor de student heel goed. Ja, dus de aansluiting tussen het onderwijs en vervolgens waar ze aan de slag gaan, dat goed aansluit. Ja, we zien nog echt veel te vaak dat gewoon niet goed gaat. Dat ze in het bedrijfsleven komen tijdens een stage of een afstudeerwerk of als starter. Dat ze zeggen, oh, is dit wat er gebeurt in de bouw? En dat is ook niet zo raar, hè? Want die techniek die gaat razendsnel over elkaar heen. Dus het is ook lastig voor het onderwijs om dat bij te benen. Ja. En wij proberen dat wat te versnellen en wat te vergemakkelijken. Super. Ja. En je blijft vandaag natuurlijk de hele dag erbij, logisch. Ja, want het is jouw initiatief. Ja. Het is ook spannend voor jou, denk ik. Met een heleboel collega's natuurlijk. Precies, hè? Want, precies. En aan het einde kom je gewoon weer even bij mij terug. En dan gaan we gewoon even kijken van wat is er allemaal gebeurd. Hoe zijn we geïnspireerd geraakt? Leuk, gaan we doen. Arjan, super. Ik zie je zo meteen. Oké, tot zo meteen. Fijne dag ook. En dan is het nu tijd om onze volgende spreekster aan te kondigen. Tanja Nolte, zij is de oprichter van Smart Circulair. En zij heeft dus aan de basis gestaan van de Energieontwerp Challenge, waar we hier vandaag dus met die verschillende studententeams, allemaal multidisciplinair, die hebben nagedacht over circulaire ontwerpen, over CO2-vriendelijke innovaties. Tanja Nolte, ik haal Tanja Nolte erbij. Ja. Ook een mooi vuurwerk natuurlijk voor jou. Ja, Tanja, zou je iets meer kunnen vertellen over de Energieontwerp Challenge? Waarom ben je die begonnen? Ik ben de Energieontwerp Challenge begonnen omdat we vorig jaar in corona dachten, ja, het is niet alleen corona, klimaat moet wel mee blijven doen. En misschien is corona wel een onderdeel van de klimaatuitdagingen waar we voor staan. En hoe gaaf is het als jongeren nadenken over een energiesysteem van de toekomst? Ja. Dus toen hebben heb je een gezegd, challenge van, nou, dan gaan we dat doen. Ja. En van jong tot oud, dus van basisschool tot universiteit. Ja, dus van basisscholen, middelbare scholen, vervolgonderwijs, die kunnen allemaal meedoen aan deze challenge. Ze kunnen allemaal meedoen aan deze challenge. Ja, oké, okay. En die heb je uitgeschreven. Wat was de hoofdvraag? Ja, de hoofdvraag is ontwerp je energiesysteem van de toekomst. En dat is anders voor basisscholen en jonge mensen in middelbaar onderwijs dan weer voor studenten. Maar ze zijn allemaal op hun eigen wijze zijn ze mee aan de slag gegaan. En dat varieert dan van energie uit trillingen, waar we dadelijk iets gaan horen, tot algen en energie opwekken uit natuur of met de natuur. Heb je het verbaasd waar jongeren allemaal mee komen? Sorry? Heeft het je verbaasd waar de jongeren allemaal mee komen qua oplossingen en gedachten? Ja, het is echt heel mooi. Ze denken anders, ze zijn nog niet gekaderd, dus ze mogen vrij nadenken. Ja. En ik vind het ook heel knap, hè? Want in deze coronatijd hebben ze vaak ook vanuit huis moeten werken, samen vanuit huis Precies, moeten werken. Precies, digitaal onderwijs gevolgd, veel alleen op de studentenkamer. Heel bijzonder. Ja. En ze hebben het wel gedaan. En dit jaar in corona zijn er gewoon wat minder teams dan dat we gehoopt hadden. Ja, want hoeveel aanmeldingen hebben jullie in totaal ontvangen op de challenge? We hebben in totaal 18 teams
gehad, zeg maar. Ja. En we hopen volgend jaar dus echt, laten we zeggen, tussen de 50 en 100.000 jongeren te bereiken hiermee. Dus dit moet een jaarlijks initiatief worden, ja, waarbij echt dus al die jongeren mee kunnen gaan doen. Waar kunnen we de komende tijd deze studententeams volgen? Want we hebben er zometeen 3 hier die hun presentatie gaan doen, hun verhaal ook gaan houden. Maar waar kunnen we hierna eigenlijk deze studenten blijvend volgen? En ook bijvoorbeeld de bedrijven ze vinden, maar ook familie en vrienden. Ja, tijdens deze dag, er zijn 5 teams die hebben voor een paar weken geleden ze pitches gedaan. Voor de camera, dus er zijn filmpjes opgenomen. En ja, die zijn terug te vinden op het netwerkplein. He, dus deze dag is een hele belangrijke dag voor deze studententeams, omdat ze ook natuurlijk super graag in aanraking komen met bedrijven die er wat in zien. Ja. He, maar daarna hebben we ook weer de finale van de Smart Circulair Energieontwerpwedstrijd. Die is 30 april. Ja. En dan gaan we kijken welk team het beste concept heeft. En die gaat dan met een forse prijs naar huis. Nou, en dan blijven ze de exposure houden op smartcirculair.com. Ja. Dus als je het iets terug wil vinden, dan kan dat straks op smartcirculair.com. Arjan die zei net dat de jongeren al best wel de technieken van de toekomst zich eigen hebben gemaakt. Zie je dat ook terug als het gaat over het circulaire gedachtegoed? Zie je, ja, dat jongeren zich daarom bewust van zijn en dat concept, absoluut, snappen? Absoluut. En dat is ook juist het mooie. Misschien dat ze van tevoren daar nog niet altijd heel concreet mee bezig waren. Maar op het moment dat ze zich gaan verdiepen in de mogelijkheden, de kansen van de circulaire omgeving waar we steeds meer naartoe gaan, dan kijken ze dus niet alleen naar hernieuwbare energie, maar soms ook naar materialen. Ja, dus welke materialen kunnen we hergebruiken? Zoals er een team, en die kun je ook vinden. Die hebben bijvoorbeeld gebruikt plastic, dus recyclebaar plastic gebruikt, zeg maar, om daar een windmolen van te printen voor derde wereldlanden. Ja, fantastisch. Zodat de jongeren daar gewoon in de avonduren een huiswerk kunnen maken. Ja, weet je? Kleinschalig, maar wel heel gaaf. Ja, ik merk bij jou ook wel, even afrondend. Je doet volgens mij heel veel inhoudelijke begeleiding, maar ook de persoonlijke begeleiding van de studenten. Om ze aan te moedigen van ga dit nou doen, ga presenteren. Nou, we zagen het net nog achter de schermen. Je vindt het leuk om te werken met de jonge generatie. Ja, dus ja. Ja, voor mij is dat waardevol. Hè? Ik kijk altijd naar innovatie. En als je innovatie kunt koppelen aan jongelui, ja, dan hebben we onze toekomst. En daar gaat het om. Precies. Dankjewel, Tanja.